Wesley Proficiat, het was passen en meten en paste net. Ja, dankjewel. Ja, het was moeilijk. Maar ja, ik werd vooral geholpen in het oortje om toch door te blijven gaan tot de finish. Gewoon blijven rijden. En dat is gelukt. Had je de gedachte dat het zou gaan lukken? Niet helemaal. Vooral niet aan het begin. We hielden toch even op 3 minuten. En het werd normaal gewoon een massasprint. Dat weet je, met zoveel topsprinters. Alleen ging het in de finale begon het wat te regenen. En het bleef een beetje hangen, zo rond de 2 minuten. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, nu moeten we alles. En toen zijn we gewoon volgegaan. Ja, dan ga je de sprint in en dan weet je dat je de rapste bent op papier? Nou, eigenlijk niet, want ik had die 2 tussensprints had ik gewoon dik verloren al. Werd ik 2 keer vierde. Toen dacht ik van, ja, hoe ga ik dit oplossen? Ja, ik ben gewoon op 250, 300 meter van de streep ben ik aangegaan. En ja, dat was genoeg. Ja, er werd door de ploeg opgehamerd op het belang van deze wedstrijd. Het is een succesvol jaar voor jullie ploeg. Dit past weer mooi in die lijnen. Ja, het was heel goed natuurlijk met Pieter Wening, Maurits Lammeting. En ja, als het zo doortrekt, zou het super mooi zijn.